Wij gaan vandaag mensen interviewen. Hele 10 minuten. We gaan mensen interviewen over appen over de fiets en wat ze daarvan vinden. Wat vind jij van appen op de fiets? Normaal. Ja, en waarom vind je dat normaal dan? Gewoon. En waarom vind je dat gewoon dan? Omdat het gewoon is. En waarom vind je dat gewoon? Omdat het gewoon is. Oké, dankjewel. Leuk. En waarom vind je dat dan leuk? Omdat je gewoon kan appen. Of zo. Ja. En ik vind dat je op de... Dat je wil weten wat er aan de hand is. Ja. Als iemand in de sloot draait. Ja. En dan moet je natuurlijk weten. Ja. Ik vind dat het wel moet kunnen. Want ja. Ja, je kan natuurlijk geen appje missen. Dat is gewoon, ja. Appjes zijn gewoon niet noodzakelijk. Dus ja. Nee, maar de fiets gaat toch niet snel? Nee, dus ja. Ja, voor mij mag je wel op de appen op de fiets hoor. Nou, je moet wel oppassen, maar ik vind het eigenlijk wel kunnen. Ja, en waarom vind je dat dan kunnen? Nou, want als je voetbaltraining en dan zit je zo te fietsen en dan krijg je een berichtje dat het afgelast is. En dan ben je bij de voetbaltraining en dan is het afgelast en dan moet je alles weer helemaal voor niks fietsen. Ja, en vind je het dan niet gevaarlijk? Ja, dat is ook wel waar. Maar dan, je mag wel even heel snel kijken en dan doe je hem weer in je zak. Dankjewel. Dit was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken. De stelling was, appen op de fiets moet kunnen. En het blijkt uit de conclusie dat mensen er vaak mee eens zijn, maar dat ze er maar eventjes op kijken. En dus als jullie al horen van Joost, het kan gewoon en het is niet gevaarlijk.